Dames en heren, de terreuraanslagen in Parijs waren een aanslag op onze manier van leven. Op alles waar wij voor staan. En leven in vrijheid. Met het recht te denken, te geloven en te zeggen wat we willen. Mensen die genoten van hun vrije tijd in een voetbalstadion, een café of een concertzaal werden het slachtoffer van kil, laf en barbaars geweld. Wij leven allemaal mee met de nabestaanden van de slachtoffers, de vele gewonden en natuurlijk met het Franse volk. En ik vind het daarom zo belangrijk dat we hier vanavond met elkaar samen zijn. In Rotterdam, een stad verenigd in één overtuiging. De overtuiging dat menselijkheid sterker is dan haat. Dat menselijkheid... dat menselijkheid sterker is dan extremisme en dat menselijkheid sterker is dan geweld. Dank u wel. Wat kunnen we doen tegen deze terreur? En voor alles geldt, leef uw leven. Laat u niet intimideren. Pak gewoon de metro. Ga uit eten. Luister naar muziek en juich voor Feyenoord. Of Excelsior of Sparta. De overheid doet ondertussen wat de overheid kan doen. Maar de Nederlandse samenleving beschermen tegen haat, extremisme en geweld, dat kan de overheid niet alleen. Daar zijn alle Nederlanders voor nodig. Daar bent u voor nodig. Wij moeten met elkaar onze vrijheid koesteren. En vrijheid vraagt ook van ons dat we altijd blijven accepteren dat er mensen zijn die andere keuzes maken dan wij zelf zouden maken. Dat als mensen iets zeggen, iets doen of ergens in geloven wat niet onze uitspraak zou zijn, ons gedrag of ons geloof, dat we dat nog steeds blijven accepteren en dat noemen wij verdraagzaamheid. En het is precies deze verdraagzaamheid die terroristen niet kunnen verdragen. In hun fanatisme is geen ruimte voor verschil van mening, voor een andere levenswijze of voor een ander geloof. Dames en heren, de komende dagen, weken en maanden zal er veel over deze aanslagen gesproken worden. Over de daders, over hun achtergrond en ja, ook over hun geloof. En soms zal de beschuldigende vinger geheven worden naar het geloof dat voor velen van u die hier voor mij staan en voor de mensen die achter mij staan juist heel erg veel betekent. Dat is pijnlijk dat dat gebeurt. Maar als het gebeurt, denkt u dan aan vanavond. Aan het positieve signaal dat u hier vanavond met elkaar afgeeft. En aan de belangrijke bijdrage die ook u levert om Nederland veilig te houden. Samen, dames en heren, samen koesteren en beschermen wij de vrijheid, de menselijkheid en onze democratie. Dank u wel.